Een tweedeklasser Antwerp heeft zijn topaffiche in de beker van België beet. Gisteren won het in de vijfde ronde met 2-3 bij vierdeklasser Luc Lommel. En daardoor mag het eind oktober dus voor de 16e finales naar Standaar. 2 minuten ver zijn we en Antwerp lijkt een horroravond mee te gaan maken. De vierdeklasser met de weluidende naam Luc Lommel komt zowaar 1-0 voor. Doelpunt van Kenny Putt. Het is pas net voor het half uur dat Antwerp gelijk kan maken. De Gregorio van op 11 meter en 1-1. Maar Luc Lommel is daar niet van onder de indruk. Nog geen 3 minuten later Kevin Somers en 2-1. Antwerp kan het zich niet veroorloven om hier een misstap te begaan. We zijn nog altijd in de eerste helft wanneer Oris met een lage schuiver binnenknalt. Een zwak Antwerp komt net voor de pauze dan toch terug op gelijke hoogte, 2-2. Het is geen hoogstaande partij en Antwerp heeft een tweede penalty nodig om voor te bekeren. Weer die Gregorio halfweg de tweede helft en 2-3. Luc Lommel krijgt nog 3 rode kaarten, maar opdracht volbracht voor Antwerp. Al is daar dan ook alles mee gezegd. Het was een slechte dag, maar we hebben gewonnen. En voor mij en ik denk voor iedereen, dat is het belangrijkste. Maar ik heb het altijd gezegd met de jonge groep die we hebben. Dan soms gaan we ups en downs. En vandaag was het downer. Antwerp mag zich nu wel opmaken voor een trip naar Standaar.